De gramang van de Wayanas, Abtuk Nu Wahe, is na een ziekbed op 85-jarige leeftijd heen gegaan. Nu Wahe zetelde vanaf 1976 in het dorp Apetina aan de Tapanahoni. Nu Wahe markeerde met zijn positie de rol als tweede stamleider van de Wayanas. De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname, FITS, maakte bekend dat de gramang vandaag is begraven in het dorp waar hij zetelde, Apetina. Nu Wahe is op maandagavond 16 oktober ingeslapen. ATV condoleert de familie en de nabestaanden van de gramang.